Hoi, welkom terug iedereen. Beste volgers, beste nieuwkomers, zij die misschien deze video of voor het eerst een video van mij bekijken. Ik ben Cedric Ophoff, ik heb een YouTube-kanaal omtrent het verkopen op Amazon FBA. Ik probeer op regelmatige basis video's te uploaden over een bepaald aspect gerelateerd aan het verkopen op Amazon via Amazon FBA. Het is alweer even geleden sinds ik laatst een video heb gemaakt of laatst een video online heb gezet. Ik heb het enorm druk gehad, zowel persoonlijk als met niet-Amazon gerelateerde zaken. Nu, deze video, of tenminste, ik heb besloten om weer een video te maken over een vrij belangrijk aspect. Namelijk het allereerste aspect van het verkopen op Amazon FBA is namelijk het vinden van een product. Ik heb al heel wat berichten gehad van beginnende verkopers, of zij die willen beginnen verkopen op Amazon via Amazon FBA. En die mij zeggen van, kijk, ik ben al weken, maanden aan het kijken naar een product. Of ik probeer een product te vinden, maar het lukt mij niet. En in deze video wil ik proberen een beetje creativiteit te pushen. Het is inderdaad niet gemakkelijk om een goed product te vinden. En je weet op voorhand ook nooit hoe jouw product gaat presteren. Het hangt uiteindelijk af van jezelf, hoeveel tijd je erin steekt, hoe je jezelf differentieert, hoe je jezelf market, hoe je product, hoe je aan branding doet. Het is heel, veel meer dan slechts gewoon een product te kiezen, aan te kopen en naar Amazon te sturen. Er is een heel proces. Je wil uiteindelijk een brand gaan creëren. Dat heb ik ook in de laatste video's en tegenwoordig in mijn posts probeer ik dat ook duidelijk te maken van, denk verder dan slechts het uitkiezen van één product. Probeer een product te kiezen waar je weet, waarvan je al een idee hebt van hoe je jezelf kan gaan branden. Hoe je daar een volledig merk rond kan gaan bouwen. Zodanig dat je dat via social media of via eender welk ander platform kan gaan uitbouwen. En om terug te komen dus op het probleem van ik vind geen product. Zoals ik zei, het is niet gemakkelijk om een product te vinden. Voor mij ook heeft het mij soms een paar weken, als zelfs geen maand, genomen om een product te vinden. Maar wat ik jullie wil meedelen, en dat is ook wat ik aan sommigen van jullie dan met die vraag heb gezegd, is probeer jouw creativiteit de vrije loop te laten. Wees zo creatief mogelijk. Er is geen enkele methode die te gek is om een product te vinden. Dus wat ik jou aanraad is, neem een notitieblokje bij jou. Een notitieblok dat je steeds bij jou houdt. Of al is het jouw notities op jouw smartphone. En de eerste stap die je kan zetten is eens gaan rondkijken in je huis. Dus je blijft gewoon binnenshuis, het zij zelfs je kamer. Of je kijkt eens rond in de woonkamer, de eetkamer, enzovoort, enzovoort. En bekijk eens de producten, de consumentenproducten, eender welk product dat je tegenkomt waarvan dat je denkt, dit is een vrij simpel product of een product dat vrij simpel is om te maken. Niet te veel bewegende delen, het is niet elektronisch en het is echt zo'n product waarvan je zou denken van, oké, dit is nu wel heel banaal. Maar het zijn meestal de meest banale voorwerpen of de meest banale producten die het best verkopen. Dat heb ik zelf gemerkt, niet per se met mijn producten, maar dat is wel wat ik heb gezien op Amazon. Dus neem zo'n notitieblok, kijk eens rond in je huis en noteer elk voorwerp, elk product dat in jouw ogen vrij simpel lijkt om te maken, dat beantwoordt aan de criteria of aan de zoekcriteria die je gebruikt om een product te gaan vinden. Dus bijvoorbeeld een product dat rond de 20 à 30 euro / dollar ligt, of waarvan dat je weet dat de vraagprijs rond die prijs ligt, dus rond de 20 à 30 euro. Maar het kan ook perfect zijn dat je een product vindt dat in een hogere prijsklasse ligt, waar je dan ook meer marge op kan nemen, maar dat dan eventueel aan een lagere snelheid verkoopt. Maar dat is niet per se iets negatiefs. Dus ga gewoon eens je hele kamer rond, je hele huis rond, sorry. Ga eens in het tuinhuisje kijken. Ga eens in de tuin. Dat als eerste stap. Daarnaast kan je ook gewoon naar winkels gaan. Je gaat naar de supermarkt, je gaat naar Action. Probeer niet te beperken. Ga zo breed mogelijk. Ga naar eender welke winkel in jouw buurt. En begin eens door de rekken heen te gaan. En ook weer hetzelfde. Je noteert in jouw notitieblokje mogelijke producten die aan die zoekcriteria voldoen.
Dus binnen een bepaalde prijsklasse, niet te groot. Dus dat het bijvoorbeeld in een schoendoos past. Dat is meestal hetgene dat verkopers op Amazon in het achterhoofd houden. Want als je groter gaat dan een schoendoos, dan kan het wel gemakkelijk zijn dat je al heel snel wat extra fees betaalt aan Amazon. En dan kan het al heel snel duur uitkomen. Waardoor dat je winstmarge eigenlijk heel klein wordt. Daarnaast, dus we hebben winkels, kijk ook eens online. Ik heb in mijn laatste video een methode getoond die een beetje analoog is aan andere methodes. Ga op bol.com. Probeer gewoon zo banaal mogelijk te surfen naar producten. Kijk eens in de cadeaus, cadeautips voor Sinterklaas, cadeautips voor Kerstmis enzovoort enzovoort. En houd in dat notitieblokje de mogelijke ideeën bij. En dan, van zodra dat je een fameuze lijst hebt aan producten, of zelfs, je moet zelfs niet wachten totdat je een lijst hebt. Maar ga die producten na. Ga dan naar amazon.com, amazon.co.uk, eender welke website van Amazon, afhankelijk van of dat je in Europa of in de Verenigde Staten wilt verkopen. Laat Jungle Scout dan zijn berekeningen doen en bekijk dan de resultaten. Kijk dan eens naar de prijs, kijk naar de reviews. Hoeveel reviews heb je in de top 10? Of wat is zoals het gemiddelde aantal reviews? Zijn er in die top 10 verkopers waarbij het product onder de 50 reviews heeft? Hoeveel zijn dat er? Dus evalueer de concurrentie, evalueer de prijs. Evalueer zelfs wat dat er mogelijk kan verbeterd worden aan die producten. Dus je kan het zo gek niet bedenken. Probeer zo origineel mogelijk te zijn in de manier om een product te vinden. En dat er oneindig veel methodes zijn, oneindig veel manieren om aan een goed product te komen. Dus laat je creativiteit de vrije loop en dan komt dat helemaal goed. Moest je nog geen lid zijn van de Facebookgroep, wil ik jou graag vragen om naar de link hier beneden te surfen. Maak jezelf lid van onze Facebookgroep. De community is enorm, enorm goed aan het groeien. Enorm veel vragen op dagelijkse basis die hetzij door mij of door andere leden worden beantwoord. Dus hou jezelf niet in om vragen te stellen, zelfs hier in de commentaar van deze video. Abonneer je op mijn kanaal. Zet die belnotificaties aan, zodat je up-to-date blijft van zodra dat er een nieuwe video verschijnt. Ik plan de komende dagen nog wel een paar video's te posten, hopelijk, om waarde te geven aan jullie. Volledig gratis en voor niets. Maar moest je beslissen, want ik wil het uiteindelijk wel af en toe eens in mijn video's vermelden, moest je beslissen om stap per stap te leren verkopen op Amazon en dat iemand jou zegt van hoe je dat kan gaan doen, aarzel dan ook zeker niet om eens te surfen naar www.amazonemerge.nl of www.amazonemerge.be. Link vind je in de videobeschrijving ook. En daar vind je dan een hele webpagina over wat je kan verwachten in die cursus. Ik ga ook proberen een van de dagen een video te maken over waarbij ik kort door de cursus heen scroll om jullie te tonen wat je kan verwachten aan die video's. Goed, dan wil ik jullie van harte een fijne avond wensen en dan zie ik jullie graag in de volgende video. Tot de volgende!